Ja, zo klonk dat dan de afgelopen jaren. De laatste minuten van het jaar. De Bohemian Rhapsody van Queen. Maar hoe gaat dat dit jaar klinken? Dat is aan jou, vandaag. Dit is de Radio 2 Top 2000 Stemfinale Dag. De hele dag schuiven verder prominente Nederlanders aan met hun iPod, hun platenkoffer, hun playlist. Ah, en hier zit met Dennis Wening een best sentimenteel verhaal achter, toch of niet? De naam Lola. En dit liedje was, daar heb ik mijn dochter naar vernoemd. Boemt, boemt, boemt. How you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back. Humberto, wat moet er op nummer 1? Pharrell Williams met Happy. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch. But that's okay, I'm still human strong. Cause all I'm here to do is just a quick stop. It's not how they believe me. For me there is no one but you. Please love me too. This is my ik zei het al, als je Erik van Tijn uitnodigt, dan gaat het alle kanten op natuurlijk. De Top 2000 stemfinale dag op Radio 2. Come on now. Cause I gotta have faith. Gijs, wat doe je? Dat was jij, dat was Sjors niet. Oh. Wat doe jij? Nog een halve minuut te gaan, dan gaat de stembus dicht. Ach, nu je er toch bent, Henry Schut. Zouden er gewoon mensen nu nog aan stemmen zijn? Nou, dat denk ik wel. Ja, doet u even Linkin Park dan, Milo, Seal, Novastar, Ticket to Ride van de Beatles, anders valt hij eruit. Even snel nog. Ik mag het mooie getal noemen van 3,8 miljoen uitgebrachte stemmen voor de top 20. Wow, 3,8 miljoen stemmen uitgebracht voor de top 2000 editie 2014. Nog nooit zoveel gestemd dus. Hou je vast. Op nummer 3. In de top 2000 editie 2014. Ja. Staat dit nummer. De eeuwige nummer 3, hè? Heerlijk. Led Zeppelin en Stairway to Heaven. De nummer 2 in de top 2000. Ja! Is het waar? Ja, het is waar. Ik heb toch wel goed gelezen? Ja, het is echt waar. Het staat er echt. Het staat er echt. Queen, niet op 1. Niet op 1, niet op 1, niet op 1, niet op 1. Oh, oh, oh. En wat staat er dan wel op nummer 1? Boek maar vast een kamer. Hotel California.